Cindy, ik kom uit Almere. Ik maak heel veel sprookjes, fotografie, fantasie. Ik vind het heel erg mooi om gezichten van mensen te fotograferen. En dan in de meest fantasie, sprookjesachtige manier. Want de wereld is al serieus genoeg. Het is heel spannend deze dag, maar ik weet dus echt niet wat ik moet doen. Hey, beste Cindy. Gefeliciteerd. Jij bent uitgekozen om deel te nemen aan One Shot. Vandaag staat helemaal in het teken van één bijzondere foto. Jij mag de cover maken voor Zoom NL Magazine. Leuk. De cover is voor het herfstnummer van Zoom. Uiteindelijk is je samen met Zoom.nl jouw One Shot coverbeeld voor het magazine. Zoom.nl en Panasonic. Superleuk. Stevige body. De knopjes zijn vrij logisch. Ik kan hem goed vastpakken. Ja, het maakt het wel extra spannend, ja. Want iedereen gaat die foto natuurlijk zien straks in de winkels en overal. Dus dat is wel, ja, dat is wel spannend. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Hey! Ik ben Annabella Rijksen en ik ben het koffermodel van vandaag. Nou, wat zie je voor je? Ja, gewoon die ogen moeten een beetje sprekend fel worden. Ja. Een begin dan. Ik wil steeds van hele vrolijke kleuren naar wat duisterder. Oké. Okay. En het haar dus lekker wild. Ja. En dan natuurlijk wel even de achtergrond uitkiezen. Ik heb meestal een egale achtergrondkleur. En dit is wat met wat meer structuur, meer stippeltjes. Het gaat de goede kant op. Ik heb spinnenweb gebruikt, ik heb takjes gebruikt en natuurlijk de headpieces. Dat maakt het altijd, voor mij maakt het altijd heel mooi af. Ik ben heel erg blij met mijn model. Het is heel erg goed in de poses. Ik ben iemand die alles heel erg op gevoel doet. Gewoon moet goed voelen. Ik wil telkens een stukje heftiger, iets intenser. Dus nu wordt de make-up wat extremer. Ik vond het heel erg fijn om met deze camera te fotograferen. Hij ligt heel erg fijn in de hand. Het scherpstellen ging echt heel erg snel voor mijn gevoel. De camera heeft ook een eye autofocus en dat is echt heel erg fijn, want dan stelt hij echt heel erg snel scherp op het oog van het model. Full frame is voor mij heel belangrijk voor de details en de mooie kleuren die je krijgt. En deze S1 is full frame. Dus dat is heel fijn. Oké, ik kan niet meer nu kijken wat welke foto het wordt. Ja, dit zou nog wel eens de nieuwe cover kunnen worden van Zoom. Heel erg leuk om de koffer van Zoom te maken en het was een hele belevenis.